nu. 4 jaar geleden kreeg deze de Nobelprijs voor literatuur. Hij had toen net zijn meesterwerk Dr. Zhivago geschreven. Een boek dat in de toenmalige Sovjet-Unie onmogelijk kon verschijnen vanwege de uitgesproken anti-communistische strekking. Dat het uiteindelijk wel in het Russisch is verschenen en ook illegaal in Rusland werd verspreid, dat is te danken aan een spel van intrige, spionage en smokkel, waarbij ook de Amerikaanse geheime dienst CIA betrokken was. En ook een Haagse uitgever en drukker, het bedrijf Mouton & Co. bestaat al lang niet meer, maar het speelde een cruciale rol voor Dr. Zhivago. Kijkt u naar een reconstructie van Rolf van Til. Op 14 december 1957 rijden twee medewerkers van een Nederlandse uitgeverij over de weg van Parijs naar Den Haag. Het tweetal is sinds één dag in het bezit van unieke kopij. Het originele manuscript van het grote levenswerk van de Russische dissidentenschrijver Boris Leonidovich Pasternak. De nog ongepubliceerde roman Dr. Zhivago op microfilm. Op een spekgladde weg in Frankrijk knalt het voertuig tegen een boom. Het manuscript blijft ongeschonden en belandt in een Haagse kluis. Toch duurt het nog maanden voordat het in Nederland tot een Russische uitgave van het boek komt. Zelfs de CIA komt er nog aan te pas. En dat alles met als inzet de Nobelprijs voor Boris Leonidovich Pasternak. Veertig jaar later is Pasternak al lang dood. Slechts een paar mensen kunnen het verhaal van de geheimzinnige publicatie nog navertellen. Een Franse barones die het manuscript naar het Westen smokkelde. Why did he give it to me? Because he wanted it. He wanted it to be published in on the West if it couldn't be published in the East. De laatste minuten vlogen voorbij. Ze waren geteld. Een uitgever die zonder het te weten zaken deed met een Westerse geheime dienst. Ik heb me wel dikwijls afgevraagd wat het belang van de CIA was in deze uitgave. Wat voor interesse ze er eigenlijk in hadden om dit mogelijk te maken. En een hooggeleerde redacteur die de ongepubliceerde tekst met de uitgever naar Nederland bracht. Blijkbaar was die Russische uitgave nodig om hem die Nobelprijs te verlenen. Midden jaren 50. Het is de tijd van de Koude Oorlog. De Franse slaviste barones Jacqueline de Proyard reist voor een stage naar Moskou. They told me, you know, it's not worthwhile staying anymore in Russia if you don't meet Boris Pasternak. That's the only thing you have to do. It's the only thing that is important. If you go back to France, if you don't have met Boris Pasternak, well, it's no use either for us nor for yourself. De dissidentenschrijver Boris Pasternak heeft net zijn Dr. Zhivago voltooid over het drama van de geschiedenis van Rusland in de 20e eeuw. Pasternak's werk voldoet volstrekt niet aan de officiële Sovjet. This man, when he was completely alone, dared to say the truth about the sufferings of his country, which he always loved, and say the only thing important in life is to be faithful to Christ. Well, of course, that wasn't a usual thing to say in the Soviet Union. See, he wasn't afraid even of Stalin. De Proyard en de schrijver ontmoeten elkaar in deze dacha buiten Moskou. And so it was a very cold evening. The son of Pasternak, who opened us the door and said that he would go and fetch his father. And a few minutes later, or a few seconds later, I saw Boris Pasternak entering in the room. He was, his eyes were like chestnuts, this kind of color. And a very nice smile and a very good voice, which unfortunately I don't recognize when I hear him.
Pasternak krijgt zijn roman niet gepubliceerd in de Sovjet-Unie. Hij besluit zijn nieuwe kennis uit Frankrijk in te zetten als koerier en hij geeft haar het manuscript. So that's what I saw. And then I opened it. And I saw Dr. Zhivago, Pierre Vaillant. And what did you think? That I was very lucky. And I was very j'étais très ému. And so I opened it and I started to read. Шли, шли, пели вечную память. They don't want to publish it here. I have to say it. So I have to have some place where to publish it, even if they kill me. And, well, I took the novel under my in two times, because it's very heavy, as you can see, under my fur coat. And I hold it this way. And I brought it to France. En zo belandt in de loop van 1957, met toestemming van de auteur, een kopie van Dr. Zhivago in Parijs. Maar ondertussen is er nog iets aan de hand. Westerse inlichtingendiensten raken ook geïnteresseerd in de roman. De Leidse slaviste Petra Couvé deed er onderzoek naar. Het is wel een feit dat een roman als Dr. Zhivago, waar wat filosofische beschouwingen in stonden en hele duidelijke christelijke elementen in zitten, dat een manier was om de Russen aan hak te zetten. Zomer 1957. Een vliegtuig vertrekt van Moskou naar Rome. Aan boord bevindt zich een clandestine kopie van Dr. Zhivago, bestemd voor een vertaling in het Italiaans. De Britse geheime dienst raakt daarvan op de hoogte. Een beroemde Amerikaanse slavist, Carl Proffer, die beweert dat het manuscript onderschept is op Malta. En daar gefotografeerd is door de Britse geheime dienst. En die zou het hebben in handen hebben gespeeld van de CIA. De Britse geheime dienst arrangeert dus een noodstop op Malta. Een koffer wordt van boord gehaald en de inhoud, het manuscript van Pasternak, wordt snel gefotografeerd. Vervolgens gaan de filmpjes naar de Amerikaanse inlichtingendienst. De CIA zat erachter. Pasternak stond op de nominatie om de Nobelprijs te krijgen. En een van de eisen van, van de commissie, van de Nobelprijscommissie, was dat het boek in het origineel uitgegeven zou worden. En het was niet in het origineel. The book had to go to Stockholm. For him, it would be tremendous to have a Nobelprijs. Because the Nobel Committee wanted to read the text in the Russian. It had to be, there couldn't be a lie there. It had to be a Russian text. Eind 1957 liggen er twee uit Moskou gesmokkelde manuscripten te wachten op een Russische uitgave. Eén in New York en één in Parijs. Het is stom toeval, maar beide zullen in Den Haag belanden. Bij een onopvallende drukkerij. Mouton en Co. in de Herderstraat. Ik werd gevraagd naar Parijs te komen en ik heb van school al gevraagd mee te gaan toen. Omdat het over Russische aangelegenheden ging en dat werd me wel verteld of geschreven, dat weet ik niet eens meer. Dus ik wou hem er graag bij hebben. Ja, voor zover ik me herinner is dat eigenlijk, moet er een brief van madame de Poirier bij de uitgeverij terecht zijn gekomen. En dat was dan over die eventuele uitgaven van die werken van Pasternak. Ze maakte mooie dingen, ze maakte boeken, ze maakte reclamedrukwerk natuurlijk ook, maar vrij veel boeken, gedenkboeken. Ja, echt mooie dingen maakte. Een goede drukkerij. Niet direct een uitgeverij, drukkerij waar je aan denkt bij een grote roman als Pasternak's Zhivago. Helemaal niet. Nee. Ze drukte ook voor de Postgiro, al die girobiljetten die we daar toen nog gedrukt hadden. Dat gebeurt allemaal daar. Mouton. Dat Mouton en Co. toch wordt uitgenodigd voor een ontmoeting in Parijs is te danken aan professor van Schoneveld. Hij heeft bij Mouton net een serie Slavische werken uitgebracht. Een reeks die bij vakgenoten goed scoort. The meeting was how to edit the Russian text in Russian. That was the purpose of the meeting. How to publish the Russian text
How to publish the Russian text? But you did it. Or you didn't because you went out of the way at that time. Yes. Het duo uit Den Haag durft niet direct ja te zeggen op het verzoek van de Projaar om het boek uit te geven en vraagt om bedenktijd. De terugreis met dokter Zhivago als speciale bagage verloopt bizar. Ja, dat was een hele avontuurlijke tocht. Ik geloof dat we hier om een uur of 6 s'avonds weg zijn gegaan. Dus het was dezelfde tijd als dus het was al donker. Het was glad, dat weet ik wel. En ik had pas mijn rijbewijs en het was geloof ik zelfs nog een huurauto die ik had. Ik had nog geen eigen auto toen, dacht ik. En toen begon die auto te slippen. Meneer de Ridder had net autorijden geleerd. En wat je dan moet doen is heel voorzichtig gas geven en sturen in de richting van de weg. Maar hij ging remmen en toen gleden we glorieus met een vaartje van een kilometer of 15 tegen een boom aan. Maar we kregen dus in Frankrijk een ongelukje. We gleden van de weg af een keer bij zo tegen een boom aan. En we hadden wat wijn ingekocht voor thuis. En iedereen stopte, want er droop allemaal bloed uit de auto. Dacht men, maar dat was die wijn die ging kapot, die fles. De doos met microfilms overleeft de tocht en belandt in een Haagse kluis. En wat niemand zou verwachten, de doos blijft daar liggen. And I heard of nothing for a couple of months. I mean, it was no more my business. And it was a very difficult business for the Mouton editions and so forth. But I heard of nothing for a couple of months. En het probleem was natuurlijk dat wij geen literaire uitgever waren. Omdat het Russisch was, was er misschien een opening. Russisch gaven we wel uit, dingen in het Russisch over Russisch. Maar eigenlijk, belletrie, een roman, nee. Dat paste helemaal niet bij onze activiteiten. Dus we zeiden ook eerlijk dat we daar de commerciële capaciteit niet voor hadden. De verkoop, de propaganda, dat hadden we gewoon niet, dat apparaat. Maar ging uw uitgevershart niet heel erg hard kloppen bij dit voorstel? Ik geloof niet dat verschrikkelijk erg aan de orde was. Ik vond wel dat dat boek gepubliceerd moest worden. Een keer, door iemand. Maar niet per se door mij. Ik zou van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om het boek uit te geven. Het is een fantastische kans. Zo'n grote roman van zo'n schrijver. Ik zou er trots op geweest zijn, ja. Maar desalniettemin, hij belandde in de kluis in Den Haag. Hij belandde in de kluis, ja. Ja. En er werd niks mee gedaan. Een half jaar later dient zich een onbekende man aan bij Mouton & Co. in Den Haag. In zijn koffer heeft hij zetplaten met een Russische tekst. En daar kregen we dus die plano-vellen te zien, die fotostaten van een boek in het Russisch, helemaal kant en klaar. En ik zag daar staan, het past een actie, waar ik dacht, verdomme, wat krijgen we nou? Het was inderdaad een schok. Heeft de man die tegenover u zat zich bekendgemaakt? Niet aan mij. Misschien dat Blayy, die vertegenwoordiger, het wel wist. Ik weet het niet. Als hij zich heeft voorgesteld, was het met een mompelnaam. Had u enig idee wie het was? Hij maakte de indruk van een of andere hoge ambtenaar. Buitenlandse zaken of zo. Kan het zijn dat degene die tegenover u zat een band had met een of andere geheime dienst? Mogelijk. Dat heb ik laterhand wel gedacht, maar nogmaals, ik heb er geen enkel bewijs voor. Ook het blijft voor u een raadsel waar die waar onze bij Mouton kwamen. Dat was nog steeds een raadsel. Nu nog steeds. Amerikaans onderzoek wijst uit dat het hier om de kopie ging die op Malta was onderschept door de geheime dienst. Om zoveel mogelijk sporen naar Amerika uit te wissen, zocht de CIA een buitenlandse drukker voor het werk. Een weduwe van een vermoorde Russische spion, die werkte voor de CIA. En die heeft een zetter benaderd met een apart lettertype, Rausen. En daar is het gezet. Waar? In New York. Ja. En toen is het vervolgens via een contact van deze weduwe van die Russische
vermoorde spion, is het in Nederland gekomen. Want daar had zij nog contacten. Toen hebben ze een drukker gevonden, een heel onopvallende, obscure drukker eigenlijk, in Den Haag. Het toeval brengt Mouton & Co. opnieuw in beeld. Dit keer zegt de drukkerij wel ja tegen de opdracht. Het betreft nu namelijk niet een eigen uitgave, maar een simpele drukorder van buitenaf. Dit was puur een drukorder. Die had ook in het Chinees kunnen zijn, of in het Thais, of in het wat dan ook. He? Dit was gewoon een boek wat gedrukt moest worden. En wat erin stond, dat interesseerde die drukkers. Nauwelijks. U vraagt bij draaien. Ja. Ik verklaar de wereldtentoonstelling te Brussel 1958 voor geopend. Bijna de gehele gedrukte oplage van 1000 stuks van Pasternak's roman duikt op een onverwachte plek. De wereldtentoonstelling in Brussel. Het is een evenement waar ook toeristen uit de Sovjet-Unie mogen komen. Het Vaticaan heeft er een eigen paviljoen. En in alle stilte worden daar de boeken uitgedeeld. In het paviljoen van het Vaticaan, waar ergens achter de schermen of achter de... was dat boek te krijgen voor Russisch sprekende mensen. Want er kwamen nogal wat toeristen die nog wel goed in de gaten werden gehouden, maar er kwamen ook vrijere mensen, ambassadepersoneel en zo. En die konden allemaal een exemplaar van het boek krijgen. Ja. Dr. Zhivago was daar ook. En zo zijn op die manier zijn dus 500 exemplaren gedistribueerd. En met niets vermoedende Sovjet-toeristen zijn die dus in Rusland beland. En dat is het aardige van het verhaal eigenlijk. Dus als je begint in de datsja, bij de datsja van Pasternak, ja, toen is het manuscript is dus naar Parijs gegaan. Er is een ander manuscript is er dus naar Malta gegaan, daar gefotografeerd is via Amerika. Uiteindelijk na een heleboel omleidingen is het in Den Haag gekomen, daar gedrukt. En via Brussel weer teruggekomen in Rusland. Na een jaar tijd, anderhalf jaar tijd. En zo is de cirkel dus helemaal rond? Zo is de cirkel rond, ja. Nu is voldaan aan alle voorwaarden van het Nobelprijscomité in Stockholm. Boris Pasternak krijgt de Nobelprijs voor literatuur. En zo zijn de uitgevers van Mouton & Co. tegen wil en dank terechtgekomen in een internationaal speelveld van allure. Mouton has played an enormous role for the Slavic science. Slavic literature, Slavic history, and they've done a lot. Mouton has played an enormous role. Roel van Til maakte deze reconstructie. Overigens heeft Boris Pasternak de Nobelprijs nooit aanvaard. Niet omdat hij hem niet wilde hebben, maar omdat het Kremlin het hem niet toestond. Dit was Netwerk op dinsdag 5 januari. Morgen zijn we er weer. Goedenavond.